Ja, welkom bij de lokale ronde, de lokale finale van de nationale voorleeswedstrijd. Want het is dus echt een landelijke wedstrijd voor leerlingen uit groep 7 en 8. En het wordt dit jaar, het is al de 30ste keer, het is het 30ste jaar. En ik heb ze allemaal meegemaakt, dus dan kan je nagaan hoe oud ik ben. 30ste jaar al. En het is altijd echt een groot succes in Hardenberg. Er doen heel veel Hardenbergse scholen mee. Op dit jaar hebben wij 28 schoolkampioenen. Waarvan er hier 8 zitten op de voorste rij. Dus jullie zijn vanmiddag de belangrijkste gasten. Hè? Jullie gaan zo meteen voorlezen. Daar krijg je 5 minuten voor. Nou, dat is allemaal bekend. Net als op school. Je gaat in de stoel. Je zegt wie je bent, van welke school. En je vertelt even heel kort iets over het boek. En dan ga je ons 5 minuten vermaken met hopelijk hele mooie verhalen. Ik denk dat het leuk is. Ik geef hun om de beurt even de microfoon. Dat ze even vertellen wie ze zijn, wat ze doen. Mag ik met jou beginnen, Karin? Nou, hallo allemaal. Geëerd publiek, geëerde voorlezers. Ik ben trouwens heel benieuwd wat jullie gaan voorlezen, wat jullie gaan vertellen hier ook. Dus van mijn kant alvast heel veel plezier, heel veel succes gewenst. Ik ben Karin, ik ben 28 en ik start binnenkort als coördinator bij de Voorlees Express. En ik ben verder nog in opleiding tot leraar Duits. Ja. Mijn naam is Janko Ekkel. Ik ben schrijfcoach, uitgever, auteur. Maar daarnaast ook werkzaam binnen Stichting Chrono, jullie vast wel bekend. En ik probeer het wetenschap en technologie vooral binnen Chrono te implementeren. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. Dankjewel. Ik ben Freddy Schuldink en ik werk bij de gemeente Hardenberg als ambtenaar. En ik hou me bezig met culturele zaken. En we hebben net overlegd, het is altijd de bedoeling dat er vanuit de jury een voorzitter komt. We hebben al een klein beetje ruzie gemaakt van wie wil dat nou doen. En ik mag vandaag de voorzitter zijn. Dus Ina, ik denk dat ik straks ook bekend mag maken wie de beste is. Ja. Naar ja, ons idee. Klopt, ja. Klopt. Nou, ja. Zet hem op en heel veel succes. Ja, want vanmiddag wordt er een winnaar gekozen van jullie 8. Maar er zijn nog 2 rondes, want we kunnen niet al die 28 schoolkampioenen tegelijk laten voorlezen. Ik denk dat de jury dan op een gegeven moment niks meer meekrijgt. Dus die hebben we verdeeld over 3 rondes. Maar uit elke ronde komt een kampioen en die mag weer door naar de regioronde in Ommen. Maar goed, jullie zijn sowieso allemaal al kampioen van je school. Dat is al heel bijzonder. Dus daar mag eigenlijk wel alvast een applausje voor komen. Ik ben Naudin Schutte en ik ben 11 jaar. Ik zit op SOS de Ravelijn in Den Velden. En ik ga jullie voorlezen uit De Groeten van groep 8 van Jacques Vriends. En ik heb dit boek gekozen omdat ik het een erg actueel thema vind in een boek. En groep 8, die gaat op kamp. Tine gaat al jarenlang mee op kamp. Want meester Siem en Tine gaan mee op kamp. Ook dit jaar gaan ze weer naar het eiland met de trein. Het zal een bijzonder kamp worden voor meester Siem. Want dit is zijn laatste kamp. Het zou te proberen om te kalmeren door zachtjes over zijn hoofd te strelen. Siem ging terug naar het dagverblijf waar alle kinderen inmiddels aan tafel waren gaan zitten. Het was doodstil. Hallo, mijn naam is Lisa van der Veen. Ik zit op de Kasperdienerschool en ik woon in Bergtrein. En ik ben 10 jaar oud. En ik ga lezen uit Help, een klas zonder meester. Slecht nieuws. Jongens, meester Pieter schraapt je keel. Ik moet jullie iets vertellen. Sam kijkt naar de meester. Wat doet meester Pieter opeens gek? Hij wiebelt op zijn stoel. Hij kucht. Hij krabt aan zijn oor. En hij klinkt onophoudelijk met zijn pen. De meester is zenuwachtig. Maar dat is hij anders nooit. Zijn broek lijkt nog wel korter dan anders. Waardoor Sam goed kan zien dat de meester... En die dan ook nog deelt met de klas. Die meevoetbalt op het schoolplein. Oh, ik kan hier helemaal niks van. En die tijdens geschiedenisles met de klas een piramide van suikerrondjes bouwt. De eerste
mis die echt naar Sam luistert. Hij mag niet weg. Ik ben Luca van Belzen. Ik kom uit Zitlo van de school CMS Binnenzijn. Ik ga voorlezen uit Harry Potter en de Stenen Wijze, geschreven door J.K. Rowling. Harry wreef over zijn voorhoofd. Ik wou dat ik wist wat dit betekent, zei hij nijdig. Mijn litteken doet steeds pijn. Het is al eerder gebeurd, maar nog nooit zo vaak als nu. Ga dan maar op pleister, suggereerde Hermione. Ik ben niet ziek, zei Harry. Volgens mij is het een waarschuwing dat er gevaar op de loer ligt. Het was zo warm dat Ron zich niet echt druk kon maken. Ontspan je, Harry. Hermeline heeft gelijk. De steen is veilig zolang perkament is een stukje muziek spelen. Dan valt er als een blok in slaan. Hagrid keek hem vol ontzetting aan. Dat had ik niet moeten zeggen, flapte hij eruit. Vergeet dat ik dat heb gezegd. Hé, hey, we gaan jullie heen! Ik ben Lisa van de Velde. Ik zit op de regenboog in Marienberg. En ik ga jullie voorlezen uit Operatie Zeer Erzgerand van Tosca Mente. En dat was dan het einde van Operatie Zeer Erzgerand. De operatie was compleet geslaagd. Zal was van een zeer erg verwant in een gewone moeder. Als hij uit het ziekenhuis zou komen, zou hij net als alle andere kinderen uit Zandvee weer naar de bedwormen gaan. En omdat een dode rat hem in de gaten hield, zou geen krentenboom meer eten en niemand meer pesten. Dat is zielig! Ik wil het niet! Schreeuwde ze. Maar haar vader was onverbiddelijk. Razend door machteloosheid ging hij naar de bed. En eens bleef hij nog staan. Hij is wel gezellig, toch? Nona knikte. En hij is tam, en hij bijt niet, en hij lust alles? Ja, dus? Heb je een idee? Niels begon te lachen. Ik weet wel iemand vrij geheimzinnig. Die is hartstikke alleen en heeft tijd genoeg. Wie dan? Vroeg Rona. Dat wil je wel zien, zei Niels. We brengen vanmiddag naar haar toe. De oma van Niels. Hoi, ik ben Bart Steegman. Ik woon in Ane en zit in groep 8 van de Spekkel. Juffrouw Spin, Lieve Heerspeest en nog meer dieren. Samen leven ze de gekste avonturen. Kijk eens, riep de duizendpoot toen ze net klaar waren met eten. Kijk eens naar dat gekke, dunne, zwarte ding dat daar door het water glijdt. Ze draaiden zich allemaal met een ruk om. Het zijn er twee, zei Juffrouw Spin. Het zijn er een heleboel, zei het lieve heersbeest. Wat zijn dat, vroeg de regenworm die het benauwd kreeg. Hij doorsneed sneeuw het water. Denk na, smeekte de Juffrouw Spin. Denk na, James, denk na. Vooruit, zei de duizendpoot. Vooruit, James, we moeten. Alle ogen waren op hem gericht, gespannen op de rust en doelijk in hun vertrouwen. Ik ben Jona van de Koningsbergen School en ik ben 10 jaar oud. Ik woon in Diffelen en ga straks voorlezen uit Juf Braaksel en de mysterieuze verdwijning. Wel stoer hè, dat we nu op 7 zitten, zegt Lotte, als we op de eerste dag na de zomervakantie met thuis naar school vliegen. Super stoer, zegt thuis. Maar wel jammer dat we juf Evi niet meer hebben. Dat vind ik ook heel erg jammer, zegt Lotte. Meester Hans heeft het hier gebracht. Ze gebruikt het tijdens de biologieles. Maar het lijkt zo echt, zegt Miloes moeder. Mag ik het hebben, mama? Nee, Miloes, zegt haar moeder. Ik wil zo'n ex-kalender niet in ons huis. Einde. Ik zit op mijn school Obias Kantgeer in Kloosterhaar en ik ga voorlezen uit het boek Kinderuur. Dat is veel. Pipette ging op de rand van het bed zitten en greep zijn hand. En dan nog meer, zei opa. Ben je aan het doodgaan? Opa keek ervan op. Zo direct was het hem nog nooit gevraagd. Van mij mag het, zei hij. Er is toch geen geluk meer in mijn leven. Oude zeur, dacht Pipette. Ze zei, spring dan maar van het dak. Dat is nou juist het probleem, kind. Pipette haalde 10 doosjes pillen uit haar zak, strooide ze in haar hand en zaaide ze de vet in. Wat doe je nou? Riep ze geschrokken. Zonder pillen ga ik dood. Dat wou jij toch? Jij bent al 87. Jij hoeft niet meer te leven, riep Pipette driftig. Van mij mag je best dood. Er zijn wel babytjes die geboren worden die 1 keer de wereld in mogen kijken en dan is het alweer afgelopen. Dat is veel erger dan 87 jaar met je open ogen mogen zitten. Dat is iets heel anders, zei opa klaproos. Zo'n kindje heeft niet eens gemerkt dat hij bestaan heeft. Maar ik ben verslaafd geraakt. Aan pillen?
Nee, aan het leven. Mijn naam is Marit Okker en ik zit in groep 8 van de school De Wegwijzer. De schrijfster van het boek is Mirjam Oldenhaven. De uitgeverij is Ploegsma Amsterdam en met illustraties van Rick de Haas. Ik lees het hoofdstuk van Bestemming Bereikt. En voor het hoofdstuk Bestemming Bereikt gingen ze met z'n allen in de bus op weg naar kamp. Even later stonden we bij de slagboom van de camping. We zetten onze tassen naast ons op de grond en keken naar Mees Kees. Die bladerde zenuwachtig in zijn werkplan. Ja, hier, punt 3, de aankomst. We hebben punt 2 nog niet gedaan, zei Tom. Knap man, Mees Kees heeft dat ontdekt. Daarom noemen we hem Sammy de Husselaar. Of ook wel Hussie de Sammelaar. Hammy de Susselaar kan ook, en anders Sussie de Hammelaar. Dank u wel, antwoordden wij. U ook, zei Mees Kees. U ook, herhaalden wij snel. Zijn geweest. En ik wil sowieso voor jullie alle acht even. Hoi, Lisa, je hebt net meegedaan aan de eerste voorronde hier voor de voorleeswedstrijden. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. Ja? Vond je het niet spannend? Ja, het was heel spannend, ja. En nou is het nog spannender natuurlijk, want de uitslag moet dan bekend worden, hè? Ja, dat is wel heel spannend. Ja, maar... Maar je hebt wel goede hoop dat je hoog eindigt? Nou, ik weet het niet. Het waren hele lastige tegenstanders. Ja, dat heb je dus wel in de gaten gekregen. Dus ja, je bent één van de acht, dus afwachten nog even, hè? Sterkte. Nou, dank u wel. Dank jullie wel. Bart Stegeman. Je hebt net ook meegedaan aan de voorrondes voor de voorleeswedstrijden. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het heel erg leuk. Vond je het leuk om mee te maken? Vind je het ook spannend? Ik vind het leuk om mee te maken, maar ik vond het wel een beetje spannend. Oké, en nu moet je nog wachten op uitslag, hè? Ja. Is dat nog niet veel spannender dan? Jawel, dat is toch heel veel spannender. Wat verwacht je ervan? Weet niet. Nee, want jullie zijn met z'n achter, dus ja, eentje kan er maar winnen natuurlijk, hè? Ja. Maar je bent wel vol goede moed. Ja. Nou, we zullen straks horen. Marit Okken, je hebt net meegedaan aan de eerste voorronde in de gemeente Hardenberg van de voorleeswedstrijden. Hoe denk je erover met de uitslag straks? Heb je er al een gevoel over? Ja, het ging wel goed, maar ja, de tegenstanders hebben het ook allemaal heel goed gedaan. Maar je weet, je hebt wel goede hoop dus, begrijp ik? Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Heb jij ook gekeken naar de anderen en het verschil zoals jij het deed? Heb je daar ook op gelet? En denk je dat je daardoor in aanmerking komt? Nou, ik heb er niet echt overal op gelet, maar ik heb gewoon geluisterd naar iedereen, naar zijn eigen verhalen. Oké. Nou, we gaan ook even aan je moeder vragen, want die staat hier vlakbij jou. En ja, die vindt het ook heel spannend, denk ik, of niet dan? Ja, zeer zeker. Ja? Ja. En wat verwacht je dan van je dochter? Nou, ze was ook een van de betere. Een van de betere, ja. Nou. En schatten? Er waren genoeg andere nog, die ook goed waren hoor. Maar het is wel leuk om te zien, gewoon 8 verschillende kinderen met voorlezen. En de een doet het zo, de ander kijkt heel veel de zaal in, de ander praat heel snel, de ander is wat langzamer. Maar nou, ik vond dat ze goed heeft voorgelezen. Ise van der Velde, je hebt net ook meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Vond je het spannend? Ja, toen ik... Voordat ik zat had ik nog geen spanning, maar toen ik eindelijk zat dacht ik wel, oké, dit is wel een beetje spannend. Oké. En nu is de spanning nog groter, want we zitten in de pauze. En nou moeten we even wachten wat de jury gaat zeggen, hè? Ja, ik ben wel benieuwd en natuurlijk hoop dat ik win. Wat verwacht je eigenlijk, zei je? Ik hoop wel dat ik win. Maar ja, de anderen zijn ook al heel goed, dus... Even wachten nog, hè, tot de jury straks gaat vertellen. Nou, sterkte ermee. Ja. Wij vinden als jury, we vinden echt dat je hier echt 8 winnaars staat. Dus ik vind nog een keer een applaus. En natuurlijk maken we als jury zometeen bekend wie hier de beste is. Natuurlijk, hè, je moet een keuze maken wie de beste is, maar voor iedereen is er een prijs. En er is een prijs om jaloers op te zijn, want Ina zei zo net, dit zijn de echte originele voorleessop.
En die bedenken je zoon, er is een beperkte oplage, want we zijn er net direct aan de jury natuurlijk. Die willen we ook. We zijn er jaloers op en die krijgen wij dus niet. Dus jullie krijgen allemaal een echte voorleeszorg. Dat is het kroontje van de kampioen, zeg maar. Heb je iemand gezien die gaat hier zitten? En die doet dat op een hele rustige manier en die vertelt iets over het boek, die vertelt iets over de schrijver, over de auteur, die vertelt ook iets over de illustrator en die leest dat dan voor met een hele duidelijke, rustige stem. Een keer hapert, is helemaal niet erg, maar wel met een hele duidelijke, rustige stem. En die zoekt ook regelmatig contact met het publiek. En wat hebben we ook gezien? Personen die iets zeggen, bijvoorbeeld in het verhaal, die worden ook sprekend, zoals je dat zegt, die worden ook sprekend ingevoerd op een hele natuurlijke manier. Jullie deden dat allemaal wel, maar de ene deed dat wel wat beter dan de ander op een hele natuurlijke manier. Misschien hebben jullie nu wel een idee. Wie dan? Ons idee. Volgens de jury. De beste is, en dan wil ik ook graag direct een applaus voor Marit Ogger. Van harte gefeliciteerd, leuk gedaan, jullie ook leuk gedaan. En we hebben allereerst een oorkonde, die zou ik zeker bewaren, heel voorleeskampioen 2022-2023, voorleeskampioen van de gemeente Hardenberg. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Janko, ja, bedankt. Sokken? Zijn er sokken? Of, ja, was dat maar waar? Nee, Freddy, ook heel erg bedankt. Ja, dank graag gedaan. Alsjeblieft, applausje voor de jury. En Marit, die mag dus door naar de volgende ronde. Dat is in Ommen in de carousel. 23 februari. En je krijgt het op bericht. En ook meesters, juffen, ook bedankt voor de inzet op school. En blijf vooral lezen en voorlezen, want het is hartstikke belangrijk. En jullie zorgen ervoor dat het op de kaart blijft staan. Hè? Het lezen, dat weet ik. Hè? Dus jullie ook succes. Iedereen wel thuis. En nou, heel graag tot een volgende keer. Marit, je hebt gewonnen. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En hoe voel je je nu? Ja, blij. Ja? En trots. En wat vond je oma ervan? Want die is inmiddels weggelopen. Ja, ja, die vond het ook echt... Die vond het ook heel leuk voor jou, neem ik aan, hè? Ja. Nou, en nou, daar wil je natuurlijk ook hele hoge ogen gooien. Ja. Ga je daar nog speciaal op voorbereiden? Ja, zeker. Wat ga je doen dan? Ja. Ik weet niet of ik het zelf. Ik ga wel een ander boek doen en ik ga ja, gewoon weer mijn best doen. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen veel succes daar. Als je het net zo goed doet als hier, heb ik net van de jury gehoord, dan maak je er ook hele hoge kansen, hele goede kansen om daar weer door te kunnen gaan. Succes daar. Dankjewel.